Dat is wel weer netjes, hè? Ja. Dag, dat begint alweer goed. Heel leuk. De zwinger is afgebroken. Ik moet weer met een takje aan mijn vissen. We hebben van alles meegemaakt deze sessie, maar het kan gewoon altijd erger. Zojuist komt de driver Pesh, super boos. Red heeft met hem gebeld en zo. Hij zegt, we gaan boete uitgeven en dan worden de politie gewoon weer spullen ingenomen en zo. Ga maar straks gauw weg en zo. Dus nu, als de wieden weer gaan, alles inpakken. Ja, maar we dachten dus dat je nog vissen. Ja, vind ik gewoon als ze er al vies uitzien. Want ze doen nog vies uit. Hey, een nieuw PR voor Bietje. En shotjes omhoog, wacht zo. Nou. Sorry. Een nieuw PR, je nieuw bent PB. Wat ja. Dit is echt lang geleden. Dit is echt heerlijk. Dit wil ik echt niet. Het is wel koud. Ik kan niet. Ja, ik kan. 3, 2, 1. Lekker. Ja, ik denk gewoon even een goede soft uit. Maakt me helemaal niet uit. Oh, ja, die koude is awesome. Die mongol, die heeft mijn zicht ingehaakt. Met zijn plugje door zijn zicht. Ik sta erop, mega dikke knik, echt een Franse bak. Hier heb je op gewacht. Harpies hebben het zwaar en hier heb ik echt lang voor gewacht. Vliegertje, hè? Voor richting de 30 als het niet overheen. Bellen, blazen, ook maar nieuw. Abonneertjes, je tien. Hey, dikke man, dikke man. Het is ziek het heet en niemand vangt vis. Ja joh, en hij hoopt gewoon voor de vierde keer afgemaakt. Je hebt vast om kijken, hij snapt er geen reet van. Dat ziet er nog eens goed uit. Qu'est-ce qu'il a attrapé? He knows one question in French. Poule fou avec moi ce soir. Ja. Zeg maar strijk, zeg tegen de emotie. Blij mee, wat een beer. En lekker shot om 9 uur. Zo, wat heb jij allemaal uitgespeeld? Ja, onze Franse pannenkoek wilde mij helpen met mijn engel, maar het is niet beter van geworden. Merde! Het heeft ongeveer 30 uur geduurd. Eerst een vis verzeld, maar eindelijk is de stek los. 12 kilo's.